eerste wedstrijd van Hoogeveen zaterdag in 2019. De tegenstander was streekgenoot ZZVV dat al wel in actie kwam na de winterstop. Het verloor verrassend van Fit Boys. Beide ploegen doen het goed in de strijd om de tweede periode titel. Hoogeveen dat de winterstop inging met twee zegens, waaronder andere een belangrijke tegen Lutte. En het ging ook tegen ZZVV goed van start. Hier, vijfde minuut, Marcel Lindhorst. Lindhorst, en er is daar het eigen doelpunt van Matthijs Drent. En staat Hoogeveen al snel op voorsprong. Ja, voor aanvang ging het vooral om het gebrek aan scorend vermogen bij Hoogeveen. Ja, dan is het lekker dat je al zo snel scoort. Prachtige bal hier van Brian Lepel. Op Jesse de Haas. Kopbal Roy Strijker. En die gaat naast. De spits die volgend jaar uitkomt voor Hollandse Veld. Brian Lepel. Jesse de Haas. Nogmaals de Haas. En er is Hoogeveen dicht bij een tweede treffer. Kwartier gespeeld. Dan toch een keer ZZVV. Marco Kikkert. Vrije redding van Raymond Slot. Die dus de laatste dagen ook in het nieuws was door de terugkeer van Raymond Benjamins bij Hoogeveen. En wel bij Hoogeveen zaterdag. Slot die daardoor heeft besloten een andere club te gaan zoeken. En dus niet de concurrentiestrijd aangaat. Dan hier, prachtige bal van Twan Reinders. Zit Bas Blanken mis. En dan is het Damian Dissel die optimaal profiteert. En Hoogeveen op een 2-0 voorsprong brengt. Nogmaals, prachtige bal van Twan Reinders. Ja, en dan denk ik dat Bas Blanken aarzelt. Want ja, haalt hij Dissel onderuit, dan is het natuurlijk rood. Nummer 22, Damian Dissel. Dan ZZV, kansje voor Joël Huiskes. Marco Kikkert. Bal op Joël Huiskes, prachtige bal terug op Marco Kikkert. En uitstekende redding van Raymond Slot. Dan de vrije trap. En dan is het Twan Reinders die die bal net niet kan binnentikken. En dan vlak voor rust nog een kopbal van oud-Hoogeveener Kevin Vos. Maar het was allemaal een beetje inspiratieloos en slapjes wat ZZVV liet zien. Maar misschien ook wel de verdienste van Hoogeveen dat hij vlak na rust een strafschop krijgt van scheidsrechter Wubbo Scholtens. En dan is het Marco Santing die Hoogeveen vanaf de strafschopstip op een 3-0 voorsprong brengt. Ja, en dan is de wedstrijd al heel snel gelopen in de tweede helft. Ja, in Zuidwolde was het Hoogeveen dat een beetje inspiratieloos was in de eerste helft. En toen met 2-0 achter stond. En uiteindelijk in de tweede helft de rug rechte en nog op 2-2 kwam. Hier Marcel Lindhorst en dan is het 4-0. En dan hebben we bijna een uur gespeeld. Kijk ook naar dit prima, die prima doorgekopte bal van Roy Strijker. En Lindhorst die dus dan ook zijn doelpuntje meepikt. Dan is het 4-0. Nou, dan toch nog even ZZVV. Vrije trap Joël Huiskes. Maar dat levert geen probleem op voor Raymond Slot. Dan Slot een balverlies en dan is het invaller Julian Mol die richting het doel gaat. En Bas Blanken het nakijken geeft. En zo scoort Julian Mol opnieuw. Dat deed hij voor de winter ook al. Eigenlijk heeft hij in alle wedstrijden, of ja eigenlijk, het is gewoon zo. Alle wedstrijden dat hij mee heeft gedaan, heeft hij gescoord. Hij moet nog wel wat wedstrijdritme krijgen. Maar hij is natuurlijk van grote waarde voor Hoogeveen. Dan hier Ruben de Haas, prachtig balletje. Ja, dat had meer verdiend. Maar de bal wordt van de lijn gehaald door Matthijs Drent. Dan opnieuw Julian Mol die de paal raakt. Ja, en zo had de score dus nog veel en veel hoger kunnen uitvallen in het voordeel van Hoogeveen. Thomas Stakens in de ploeg gekomen bij Hoogeveen. Prima bal op Marcel Lindhorst. Ja, die bal moet hij afleggen en doet hij niet. En dan is het een prooi voor Bas Blanken.
Hartman. En dan wordt deze treffer van ZZVV afgekeurd. Nogmaals Sander Hartman. En een mooie reflex van Raymond Slot. En zo wint Hogeveen na de winterstop overtuigend met 5-0. En tankt het heel veel zelfvertrouwen. Want het spel was eindelijk weer eens een keer goed. En dat biedt veel vertrouwen voor de komende weken.